Goedemiddag, we zijn in Pathé Leidserijn Utrecht en naast mij staat Geert Huisma. Geert Huisma is een van de oprichters van Foodie & Control. Heel in het kort, wat is Foodie & Control? Foodie & Control is een platform voor governance, risk, compliance tot en met geautomatiseerde controle en audit. Heel goed. Dan is er ook een zogenaamde CCC-app. En CCC staat voor Controllers Circle Corporaties. Ja, op zijn Nederlands. Ja. En voor die CCC is in samenwerking met CCC-leden is een speciale CCC-app ontwikkeld. Ook in het kort graag. Wat doet die app en wat is het voordeel van die app voor de woningcorporaties? Ja, goede vraag. Inderdaad. We hebben op het Foodie & Control platform hebben wij een appstore met diverse apps, waaronder de CCC-app. En zoals je net al zei, CCC bestaat uit een groep corporaties die er lid van zijn. Dat zijn een stuk of 70, 80 corporaties. En wat we gedaan hebben is de hele procesgerichte controle hebben we geautomatiseerd in die app. Dus dat betekent dat de processen, de Cora 4.0, wat bekend is in corporatieland, met de procesdiagrammen, de best practice risico's, de key controls en de toetsen, die zitten allemaal in die app. Dus dat betekent als je die app gebruikt, word je eigenlijk meteen ontzorgd en heb je gewoon meteen heel veel kennis wat je gewoon in huis haalt, wat je alleen maar hoeft aan te passen aan jouw situatie. Stel ik ben een woco en ik heb 1500 wooneenheden, is dat dan ook voor mij van toepassing? Ja, dan is het juist ook handig, want het kost heel veel tijd en energie om procesgericht in controle te zijn. En als je alles helemaal gewoon zelf moet bedenken, kost dat heel veel tijd. Als je in 5 seconden een app kunt downloaden en je hebt meteen al je processen en je key controls, die zijn beschikbaar. Ja, dan kan dat met veel minder tijd en effort, kun je sneller in controle zijn, juist ook voor de kleine corporaties. Ik ben geen IT'er, maar ik begrijp dus dat het als het ware... Men kan kiezen, het is min of meer modulair. Men hoeft niet een volledig pakket af te nemen. Maar men kan ook eventueel zelf wensen indienen voor specifieke issues. Ja hoor, en we hebben daarnaast hebben we gewoon diverse andere apps ontwikkeld met andere partijen. Met AKD voor de woningwet op compliance gebied of het zelfbeoordelingskader AWWSW met accentadviezen. Dus we hebben gewoon tal van apps die we doorontwikkelen en waar corporaties zelf ook mee komen. En we hebben ook een corporatie community waar ook dingen in worden gedeeld. Eigenlijk alles om niet het wiel opnieuw zelf uit te vinden, maar daar gaat het om. Dat je gewoon slim met elkaar kennis deelt om verder te komen, te verbeteren met minder tijd en kosten, hè? Dus efficiënter, effectiever te zijn. Hè? Want daar gaat het uiteindelijk om. Dankjewel, Geert.